Yes, hi allemaal. Goed dat jullie vandaag weer meedoen met de Soda Body Fit Home Workout. Mijn naam is Melissa, personal trainer hier. En vandaag ga ik met jullie een BBB workout doen. Nou hoort je denken, BBB. We gaan benen, buik en billen aan het werk zetten vandaag. In 30 minuten ben je klaar. Ik ga je helemaal meenemen door deze workout. We beginnen met wat stretches. Dus wat je mag gaan doen is als eerst je rechterbeen vastpakken. Dan duw je knie naar jezelf toe. En dan houden we hier even de rek op ons been vast. Goed in- en uitademen tijdens het rekken. Dan gaan we even ons lichaam voorbereiden op de workout die gaat komen. Pak hier van je rechtervoet aan de achterkant vast. Ik hou mijn lichaam mooi recht. Kijk of ik mijn arm kan strekken. En let op. Niet je knie te ver naar buiten laten komen. We houden hem mooi naast ons andere been. En dan voelen we de spanning op ons bovenbeen aan de voorkant. Heel goed. Stappen we naar achter. Nog steeds je rechterbeen. Je hiel duw je de grond in. Krijg je wat spanning op je kuit. Het lichaam is weer mooi recht. Doe mijn handen in elkaar. Kijk ik omhoog. En hou ik hem hier even vast. Nog een keer goed in- en uitademen. Even die rek. Handen richting het plafond. Netjes. Gaan twee handen naar de grond. En dan gaat de hand die naast mijn voet staat, voor mij is dat mijn linkerhand, ga ik drie keer omhoog brengen. Dat was één. Dan doe ik een tweede keer. En dan doen we hem nog één laatste. Gaan hem even bovenin vast. En breng je hem terug. Achterste knie op de grond. Voorste knie ga ik strekken. Tenen naar het plafond. Breng ik mijn bovenlichaam. Mijn handen richting mijn voeten, richting mijn tenen. Komt er wat spanning op mijn hamstring. Die hou ik even kort vast. Even rustig. Alle spieren even aantikken. Buig ik mijn voorste been. Achterste been ver mogen strekken. Mijn armen gaan richting de grond. Heup naar beneden duwen. En vanaf hier voel ik wat spanning. Wat rek op mijn bielspier. Belangrijk, die hebben we straks nodig. Dus ook die rekken we even op. Zet ik twee voeten naast elkaar. Achter. Duw ik mijn hielen naar de grond. Gaat mijn hoofd tussen mijn armen. En dan hou ik hem hier even vast. Netjes. Buigen we door. Heup naar de grond. Kijk ik omhoog. Ook hier even kort vasthouden. En dan kom je weer met je bil omhoog. Handen richting je voeten. Hielen naar de grond. Hoofd tussen mijn schouders. En even doorademen. Heel goed, mag je overeind komen. We hebben één kant gehad. Wissel nu naar de andere kant. Dus ik pak mijn linkerbeen. Ik trek mijn knie actief naar mijn lichaam toe. Heel goed. Beetje stabiliteit. Pak je voet aan de achterkant. Ook hier weer. Knieën goed naast elkaar. Opstrekken. Netjes. Lichaam mooi recht. Stap ik met mijn linkerbeen naar achter. Mijn handen in elkaar. Kijk ik omhoog. Ik rek op mijn bovenbeen. Mijn hiel blijf ik richting de grond duwen. En ik kijk mooi mee omhoog. Top. Ook hier weer. Twee handen naar de grond. En dan gaat de hand naast mijn voet. Aan de binnenkant drie keer omhoog. 1, 2 en een laatste keer. 3. Netjes. Achterknie op de grond. Voorste been gestrekt. Been richting het plafond. En dan ga ik mijn lichaam naar voren brengen. Mijn handen richting mijn tenen. Krijg ik weer mooi die rek op je hamstring. Houden we even een paar tellen vast. Heel goed. Buigen we ons voorste been voor ons.
achterste been zoveel mogelijk strekken. Handen gaan naar de grond. Buigen we voorover. Rek op de bilspier. Netjes. Blijf in- en uitademen. Beetje ontspanning zoeken, zodat je wat verder komt. Beetje twee voeten naast elkaar. Hakken richting de grond. Hoofd tussen je schouders. Houden we hem hier ook weer even vast. Kom je naar voren. Kijk je hem weer omhoog. Voor die onderrug. En dan als laatste nog één keer omhoog. Laatste paar seconden. Dan hebben we alles gehad. Alle stretches. En dan kunnen we aan de workout beginnen. Yes, mag je omhoog komen. Mag je komen staan. Wat we gaan doen, we pakken ons matje erbij. De handdoek ligt mooi klaar. We gaan 5 oefeningen doen. Daar gaan we 30 seconden werken. 10 seconden rust. En dan gaan we beginnen met de core stability, met de plank. En dan gaan we er later, gaan we de rest van de oefeningen daaraan toevoegen. Wat we zo meteen gaan doen. Je mag in een plankpositie komen. Dat betekent dat we ons lichaam mooi recht houden. Met onze onderarmen zo meteen bij de grond. En dit gaan we 30 seconden vasthouden. Als jullie er klaar voor zijn, mogen jullie ook nu starten. 30 seconden houden we hem vast. Er komt spanning. Ik ga mijn navel intrekken. Let op dat je niet je bil omhoog duwt, maar je blijft mooi recht. Mijn ellebogen zijn goed onder mijn schouders. En dan hebben we nog 15 seconden te gaan. Ik blijf in- en uitademen. Gaat hartstikke goed. En dan naar de laatste 5 seconden. Blijf mooi recht. 2, 1. Yes, we hebben 10 seconden rust. Wat we gaan doen is een zijplank. 3. 1 zijkant. 2, 1. Mag je hem hier vasthouden. Ik vind het fijn om mijn hand in mijn zij te leggen. Voor balans kan je ook je hand recht omhoog houden, maar zorg in ieder geval voor schouders, heup, knieën en voeten in dezelfde lijn, dat we deze mooi vasthouden. En switch naar de andere kant. Netjes. Houden we deze ook er even vast. Heel goed. Mooi in één rechte lijn. Je kan je hand boven je houden. Je houdt je hand in je zij voor balans. 1 en rust. Top. Wat we gaan doen. We gaan naar een Superman op onze knieën. Je brengt je hand, mijn rechterhand, elleboog, naar mijn linkerknie. En dan strek ik beide uit. En dat gaan we om en om doen. Dat doen we aan beide kanten. 30 seconden, let's go. Netjes. Helemaal uitstrekken. Heupen zoveel mogelijk recht houden. 10 seconden gehad. Beide kanten. Houden we hem vast. De laatste 5. En rust. Hetzelfde gaan we doen, maar nu vanuit een plankpositie. Nog 5 seconden. Je mag alvast in de plankpositie komen. En vanaf hier strekken we ons rechterhand, linkerbeen. Om en om. Let's go. Daar gaan we weer. Rechts en links. Rechterbeen. Linkerhand. Linkerarm. Rechterbeen. Heel goed. Houd het vast. Laatste paar seconden, nog 5. Lichaam zoveel mogelijk recht. Buik intrekken. En rust. Laatste die we doen is een zijplank. En je mag daarbij je onderste knie op de grond houden. En ons bovenste been gaan we heffen. Dus we gaan een side plank abduction uitvoeren. Ik ben weer mooi in één lijn.
En we laten ons heup een beetje inzakken. En het moment dat we omhoog komen, heffen we ons bovenste been. Daar gaan we, kom maar. Doen we deze 15 seconden aan deze kant. 15 seconden aan de andere kant. Nog 5 seconden. Dan voel je die spanning op je bil. Komt spanning op je schuine buikspieren. Mag je wisselen van kant. En dan doen we hem ook hier weer 15 seconden. Dus onderste been gebogen. Op de grond. Bovenste been. Gaan we gestrekt heffen. Op het moment dat we onze heupen omhoog brengen. Nog 5 seconden. Hou vol. Mijn elleboog is goed onder mijn schouder. 2, 1 en rust. Een korte minuut rust. Dit was de eerste ronde die we hebben gedraaid. We doen deze nog 2 keer. En dan hebben we alle 5 de oefeningen 3 keer gedaan. Pak lekker even een slokje water. Voordat we doorgaan, draaien we die serie helemaal opnieuw. Dat hebben ze allemaal nu gehad. We gaan zo meteen weer 30 seconden werken. 10 seconden rust. En totdat we bij de zijplank natuurlijk gaan wisselen van kant. Dus daar zullen we halverwege even moeten draaien. Maar voor de rest zullen de oefeningen zich op rap tempo volgen. Billen, core, stukje benen. We hebben mooi alle 3 de groepen, spiergroepen meegepakt. En hebben we toch wel weer een mooie workout staan. Als jullie er klaar voor zijn, gaan we ons weer klaarmaken. Nou, we hebben nog een goede 15 seconden. De eerste die we weer gaan doen was de plank. Onderarmen zet je zo meteen hoor. Weer goed op de grond. Ellebogen onder je schouders. Voeten mogen een beetje uit elkaar. En dan hou je hem vast. In 3, 2, 1. Let's go. 30 seconden volhouden. Navel trek je een beetje in. Je ademt goed in en uit. Focus je lichaam mooi recht. Tot 10 seconden gehad zeg. Houden we deze weer 30 seconden vast. We zijn al over de helft. Het gaat hartstikke goed. Spanning op je buik houden. 5, 2, 1. Ontspan 10 seconden. Gaan we naar de zijplank. Deze nou te zwaar. Mag je hem ook hier weer met 1 knie op de grond doen? Yes, gaan we. Zijplank. Mooi je lichaam weer in 1 lijn. Schouders, heup en voeten. Balans kan je arm strekken. Dus hou je lekker je hand op je heup. Elleboog goed onder mijn schouder. En dan gaan we vanaf hier weer 30 seconden. We zijn al een end hoor. Let's go. Andere kant. Pakken we de laatste 15. Yes. Heel goed. Houden we hem nog 10 seconden vast. Dan hebben we alweer de eerste 2 oefeningen van deze set gedraaid. En rust. Gaan we naar de Superman. Op je knieën. Weten we hem nog. Elleboog en knie naar elkaar toe. En uitstrekken. Gaan we. Heup zoveel mogelijk recht. Helemaal strekken. Dan krijg je veel spier. Schouders en een beetje core stability. 30 seconden vast. Kom maar. Kijk goed voor je. Adem goed door. We hebben nog 10 seconden. Netjes. 3, 2, 1 en rust. Gaan we naar de Superman, maar dan in plankpositie. Dus je mag weer je onderarmen op de grond, onder je schouder. Rechterarm strekken, linkerbeen. Om en om. Let's go. Constant die spanning houden. Zorg ervoor dat je je lichaam zoveel mogelijk stil houdt. Je wil niet te veel schommelen, maar je wil wel helemaal uitstrekken. Nog 10 seconden te gaan. Gaat super goed zo. Nog 5. En rust. En dan gaan we naar de laatste. Dat was de side plank abduction. Onderste been op de grond. In 3, 2,
schouder goed onder. Schouder boven je elleboog. Gaan we ons been heffen. Laat je heup een beetje inzakken. Op het moment dat je omhoog komt, lift je je been mee. Laatste paar seconden wisselen we van kant. Yes, gaan we. Andere kant. Draai je om. Alles weer mooi in één lijn. Spanning op die schuine buikspieren. 15 seconden pakken we weer. Keurig. 3, 2, 1. Yes, dat was hem. Pakken we weer een minuutje rust. Zo pakken we toch al de meeste spieren in deze ronde al mee. Pakken we zo meteen nog één ronde. En dan hebben we eigenlijk de eerste set alweer gedraaid. En nog een halve minuut rust. Pak snel even wat water. Dan hebben we zo nog één rondje te gaan. Van alle vijf de oefeningen. En dan gaan we door naar de volgende. 20 seconden nog. Belangrijk bij core stability oefening. Dat je je romp zo stil mogelijk probeert te houden. Dus navel echt intrekken. En echt maximaal die spanning op die buikspieren houden. En vandaar voegen we verschillende variaties toe. Gaan we weer langzaam naar de plank. Gaan we. Yes, kom maar. Mooi in één rechte lijn. En hier weer even 30 seconden vasthouden. Navel trek je weer in. Lichaam mooi recht, stabiel. Ellebogen goed onder de schouders. Zijn we al over de helft. Even goed vasthouden. In- en uitademen. Nog 4 seconden. En rust. Mag je alvast richting een zijplank. Heb je 10 seconden voor. 3, 2, 1. Let's go. Hou maar even vast. 15 seconden. Blijf in balans. Mooie rechte lijn. 5, 2, 1. Gaan we naar de andere kant. Ook deze. 15 seconden vast. Elleboog weer onder de schouder. Rechte lijn. De laatste 5 seconden. 2, 1. Klasse. Klasse, klasse, klasse. 5 seconden gaan we naar de Superman. Knie op de grond. Yes. Breng je elleboog en knie naar elkaar toe. En strek ze weer uit. Top. Blijf dit herhalen. Helemaal uitstrekken. Heupen zoveel mogelijk stil proberen te houden. Nog 10 seconden. 3, 2, 1. Rust. Gaan we naar de plank. Superman, mag je alvast gaan klaarstaan. 2, 1. Gaan we. Blijf mooi stabiel. Rechts en links afwisselen. Gaan we om en om. Laatste 10 seconden. Vijf. En rust. Laatste is weer de zijplank. Onderste knie op de grond. Zorg ervoor dat je actief je heup echt in laat zakken en opstrekken. Dan gaan we. En bij het opstrekken lift je ook je been. Keurig. 15 seconden deze kant. 15 seconden de andere kant. 2, 1. Switch. Hou je lichaam weer mooi recht. Yes, daar gaan we. Komt-ie. Spanning op je bilspieren. 2, 1. Rust. Top, top, top. We pakken weer een minuutje. Gaan we naar de laatste 3 oefeningen.
En dan, dan zijn we er doorheen. Gaat super goed, jongens. Pakken we weer een beetje billen. Een beetje buik. Pakken we ook nog benen erbij. En dan, dan zijn we er. Ah. Ik hoop dat jullie het nog te doen vinden. Het is veel wat we doen, maar ook onwijs lekker. Nog 30 seconden, dan gaan we weer aan de slag. Toppers. Ik ga alvast de eerste oefening uitleggen. Wat we zo meteen gaan doen, is een single leg bridge. Dat betekent dat je op je rug mag komen liggen. Eén been de lucht inhoud, die hou ik bijna gestrekt. En vanaf hier zet ik mezelf af, kom ik in een bridge en naar beneden. Een bridge en naar beneden. Een bridge en naar beneden. Doen we ook weer 15 seconden het ene been, 15 seconden het andere been. Starten, 2, 1, let's go, kom maar. Hou je heupen van de grond. Duw ze actief omhoog. Rug goed in de grond duwen. Spanning houden. Yes, andere been. Top. Laatste 5 seconden. 2, 1. Rust. 10 seconden. Gaan we door met de billen. Wat we gaan doen. We komen op onze knieën. Vanaf hier. De knieën blijven 90 graden. Wat je gaat doen is naar de zijkant liften en naar achter liften. Mag je met me meedoen, want dit doen we 15 seconden deze, dit been. 15 seconden, het andere been. Constant die spanning op het wiel houden. Nog 5 seconden. Yes, andere been. Zorg ervoor dat je niet gaat hangen in je onderrug. Je wil je rug mooi recht houden. Je wilt puur dit met je bilspieren uitvoeren. Draaien we nog 5 seconden. Keurig. 2, 1, rust. Mag je overeind komen? Gaan we één oefeningetje van het matje afdoen. Benen uit elkaar. We gaan in 3 seconden zakken. 2 seconden vasthouden. En in 1 seconde kom je weer omhoog. We gaan naar 4, 2, 3, 1. 2, op. Mag je met mij meedoen? 1, 2, 3. Hou vast. Op. Keurig. 1, 2, 3. Hou vast. Omhoog. 1. Hou vast. Andere been. Gaan we hetzelfde riedeltje. In 3 seconden naar beneden. Je houdt hem daar 2 seconden vast. En je duwt jezelf omhoog. Je houdt hem vast. Duwt jezelf omhoog. Vast, laatste. Het was hem. 30 seconden rust. Dit was de serie. Herhalen we over 3 keer. En dan zit de workout erop. We mogen alvast ons klaarmaken. Gaan we naar de tweede. Set. Dat was die single leg bridge. Zorg ervoor dat je je bek actief kantelt. Je onderrug gaat richting de grond. Eén been op de grond, ander in de lucht. Daar gaan we. 15 seconden mag je omhoog komen. Heupen goed omhoog blijven duwen. Hou die spanning op je bil en je hamstring. Nog 5. Yes. Mag je wisselen van been. Gaan we naar de andere kant. Ook hier weer. Bil en hamstring. Niet te snel uitvoeren. 2, 1 en rust. Pakken we de andere kant. Kom op onze knieën. Gaan we weer die leg raises doen. Kom maar naar de zijkant en naar de achterkant. Doe maar mee. 15 seconden. Dan wisselen we van kant. Mug, rug mooi recht. Hou hem vast. Andere kant.
naar achter, opzij, kom maar. Achter, opzij, naar achter. Heel goed. Laatste paar, 2, 1 en rust. Gaan we weer naar de split squat. Mag je je voeten weer uit elkaar zetten. Handen in je zij. Gaan we weer in 3 seconden naar beneden. 2 seconden vast. En in 1 seconde kom je omhoog. Daar gaan we. Hou hem vast. En omhoog. 3. Hou hem vast. En omhoog. Hou hem vast. Laatste. Hou hem vast. En omhoog. Wissel je van kant. Rug mooi recht. 1, 2, 3. Hou vast. En kom omhoog. Blijf recht vooruit kijken. En omhoog. En dan doen we de laatste. Keurig. Weer een halve minuut rust. Doen we de laatste set. En dan zijn we er alweer. Pakken we ook in dit laatste rondje weer. Core. Met onze buik, billen en benen. En dan hebben we zo een mooie workout gehad. In 10 seconden starten we weer, dus zorg dat je er klaar voor bent. Ga weer liggen op je matje. Onderrug gaat richting de grond. 1 been er vanaf. En dan gaan we weer. 15 seconden. Blijf je heupen echt omhoog duwen. Extra spanning op je bil. En dan mag je van kant wisselen. Heel goed. Actief omhoog. Laatste paar seconden. 2, 1. Yes. Mag je weer op je knieën komen. Let op je rug. Je wil niet te bol. Je wil helemaal niet hol. Dus mooie rechte rug. Dan gaan we naar de zijkant. En naar de achterkant. Die knie blijft 90 graden. Je wil met je bil spieren. Je wil je hier lekker aan het werk zetten. Daarmee wil je de beweging in gang brengen. Andere kant. Naar achter en opzij. Constant die bil aanspannen. Rug mooi recht. Nog 5 seconden. Hou vol. 2, 1. Gaan we naar de laatste. Mag je weer overeind komen. Voeten weer uit elkaar. Nog 5 seconden. Dan gaan we weer 3 naar beneden. 2 vasthouden. Let's go. Hou vast. Kom omhoog. 3 seconden zakken. 2 seconden vast. En omhoog. Blijf naar voren kijken. Hou die spanning op je benen. De laatste. Wisselen we van kant. Gaan we weer zakken. Vasthouden. Omhoog. Let op. Beneden bent. Bij je knieën mooi 90 graden. En vanaf daar duw je jezelf weer omhoog. Hou vast. Laatste keer. Hou vast. Omhoog. Keurig. Dat was hem weer. Goed gedaan allemaal. Je mogen komen zitten. Pakken we even de laatste stretches weer mee. Tekent weer. Voeten naast elkaar. Die breng je naar elkaar toe. Je rug mooi recht. En dan mag je even actief je voeten naar je toe trekken. En je knieën naar buiten duwen. Dan krijg je die spanning op je liezen. Daarbij je benen. Die is heel lekker. Goed in- en uitademen. Rug mooi recht. Op het moment dat je uitademt, kan je zelfs proberen je knieën nog wat verder naar buiten te brengen. Dan krijg je die totale ontspanning, kan je net een stukje verder. Die hou je even vast. Klasse. Trek je 1 been uit. Gaan we proberen met ons hand richting ons teen. Dan krijgen we rekken weer op die hamstring en die kuitspieren. Die houden we ook even een paar tellen vast. Doen we even de andere kant. Heel goed. Kom je nou niet bij je tenen, is helemaal niet erg. Dan pak je dus je scheenbenen. Daar kan je vast naartoe reiken. Dan beginnen we daarmee. Dan voel je ook zeker de rek. En ook hier geldt weer bij het uitademen. Kijk hoe ver je kan komen. Misschien kom je zelfs een stukje verder.
jezelf een beetje uitdagen. Yes. Wat we gaan doen als de laatste. We hebben natuurlijk veel met onze bilspieren gewerkt. Je mag even ene been over de andere houden. Binnendoor pak je je knie vast. En dan krijg je daar direct op je bilspier. Die houden we ook even een paar tellen vast. Ook hier weer het verhaal. Trek die knie maar naar je toe. Dan krijg je wat extra strek. Goed in en uit blijven ademen. En dan doen we nog even de andere kant. Ook daar weer. Binnendoor, knie vastpakken. Rek op je bilspieren. Vasthouden. Blijf goed in en uit ademen. Maar hoe ver je komt. Top. En dan kom je langzaam overeind. Nou, dat was hem weer. Goed gedaan allemaal. Lekker de benen, buik en de billen aan het werk gezet. Volgende keer weer een andere workout. Bedankt voor het meedoen. Goed gedaan allemaal en tot de volgende keer.